First Lady Melissa Santokhi-Sinashari heeft gisteren het gedichtenboek Mama, dat een resultaat van het programma What's Your Talent 2023 van haar kabinet, gelanceerd. Santokhi-Sinashari zegt dat er vorig jaar ervoor gekozen is om de creatieve talen te stimuleren. Verschillende mensen werden in staat gesteld gedichten te schrijven over het thema liefde voor moeder, moederfiguur en mama's ranang. Met de lancering van het boek mogen de deelnemers zich officieel dichters noemen. Dat zegt de presidentsvrouwen. Daarvoor hebben wij gezorgd. Het is vastgelegd in een gedichtenbundel. En zoals aangegeven, het is voorzien van een ISBN-nummer. Dus dit kan anywhere ter wereld worden verkocht of verkregen als we het distribueren. Het is officieel, zoals ieder ander boek dat u open zou slaan. Nou, we gaan het lanceren. We hebben al gesproken over What's Your Talent en de ontwikkeling van What's Your Talent. En in dit geval gaat het om onze gedichtenbundel. En mijn vrienden, gedichten zijn niet zomaar woorden, dat weten we toch? Anderen kunnen zeggen, het is een echo van je ziel. Het is misschien een fluistering, zachtjes, van wat in je speelt, je diepste emoties en of je wensen. Elke vers van deze bundel, zoals u daar kunt zien, zit u de cover, is een venster naar onze innerlijke gedachten. De First Lady gaat verder aan dat elk gedicht in het boek een eerbetoon is aan de Surinaamse vrouw. Met het boek wordt hun onuitputtelijke kracht, hun grenzeloze liefde en hun oneindige wijsheid gevierd. Mogen deze gedichten hun harten verwarmen en hen herinneren aan hun onschatbare waarde in ons leven. Het is een eerbetoon aan hun. Ik wil de participanten aan What's Your Talent 2023, intussen officiële dichters, bedanken voor hun bijdrage aan deze editie van What's Your Talent. En niet te vergeten de sponsoren die dit allemaal werkelijkheid hebben kunnen maken voor ons. Want zonder hun zouden we het niet kunnen drukken, de kwaliteit die we hebben neergelegd. En natuurlijk de dichters een platform hebben gegeven. Hè? En ik hoop dat jullie echt blij zijn ermee. De lancering van het boek heeft langer geduurd dan verwacht, omdat het verkrijgen van een ISBN-nummer langer op zich heeft laten wachten.